Een hele goede morgen. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog. Het is vandaag, even kijken, het is woensdag 15 juni. Ik heb me even omgekleed, even gedoucht. Ik ga eventjes lekker broodje eten. Ik ben het ook alweer 10:55, veel te laat. Maar ik ben de laatste tijd zo fucking moe. Dus ik geef me er ook gewoon aan toe. Ik ga lekker gewoon, als ik rust nodig heb, doe ik dat ook gewoon een beetje. Want anders ga ik er ook niet overheen komen. Ik ga zo even lekker wandelen. Het was een mooi weer. Even een jasje aan. Even een heel klein stukje lopen. Ga ik dan naar kantoor. Ga ik de retouren verwerken. Ga ik inpakken. Klein beetje netjes maken op kantoor. En dan wil ik eigenlijk lekker gaan genieten van de zon met mijn moeder. Mijn moeder gaat ook lekker in de tuin liggen. Dus daar heb ik ook gewoon zoveel zin in. Ik ga kijken of ik eraan toe kom natuurlijk. Want als, ja, het is wel gewoon druk op kantoor. Dus ik kijk even. Er komt ook nog een levering binnen die geshoot moet worden. Maar dan kan ik ook weer opschrijven naar morgen. Op zich heb ik nog drie volle dagen tot het weekend is. Dus ik moet het ook allemaal wel gewoon gaan redden. Dus, let's go! Lekker hapje eten. Ik denk dat ik lekker broodje ei ga maken weer. Altijd goed. Ik ben op kantoor. Ik heb even lekker gewandeld. En dit is echt niet normaal. Het is echt niet leuk dit. Dus ik ga even kijken of ik zeg maar al wat kwijt kan in de kasten. Ik ga echt even wat dingen gewoon in sealbakken doen. Zodat ik dit ergens kwijt kan. Ik ben nog aan het wachten op kasten. Ik ga Ramon even appen. Die komt vrijdag bij mij. Dus als hij dan wat kasten mee kan nemen van Ikea. Want hij woont vlakbij de Ikea. Kunnen we die in elkaar zetten en dan kan er wat in. Dit is echt niet normaal. Echt niet chill dit. Er zijn wat dozen geleverd. Hier zitten nieuwe cowboy boots in. Wit en zwart. En hier liggen allemaal nieuwe items in. Nieuwe dingen die gerestockt moeten worden. En ook echt nieuwe dingen die ik ga shooten. Ik ga nu lekker inpakken. Ik ga even alle labels aanmaken en dan ga ik even inpakken. En daarna wil ik lekker, het is nu inmiddels alweer 2:30. Dat was helemaal niet de planning. Ik dacht lekker de zon in, maar dat wordt helemaal niet meer echt. Ja, dat kan wel. Ik ga gewoon kijken of ik in een uurtje klaar kan inpakken. Breng ik mijn pakketje nou weg. En dan ga ik nog even lekker in de tuin. Misschien even een jacuzzi, die is niet verwarmd nu. Of nou ja, het is altijd 30 graden. Maar ik denk met mooi weer dat het ook helemaal niet erg is. Dat hij niet op 38 staat. Ik bedoel, dan is het gewoon nog zo'n zwembad. Toch? Oké. Koppijn. We gaan door. En de bestellingen zijn weer ingepakt. Nu lekker richting huis. Ik doe het dan maar. Het is alweer avond. Ik heb even lekker in de tuin gelegen. Samen met Moeke. Echt mooi weer vandaag, jongens. Echt top. Echt heerlijk. We hebben net even lekker gegeten. We zijn nu onderweg naar de macro. Want mijn moeder en mijn verdere gezin gaat dit weekend naar Pinkpop. Dus we moeten bier halen. Want er moet natuurlijk wel bier mee. Ik zou eerst in instantie ook mee. Maar ik ga toch niet meer mee. En daar ben ik nu op zich wel blij mee. Want het wordt dit weekend daar echt 35, 36 graden. Oh, we hebben die vlog van Wesley gelaten. Wil jij die bij Wesley? Doe maar. Ik ben aan het vloggen. Ja, maar kan niet. Moet ik het doen? Ja, anders moet ik weer alles. Oké, dan moet jij je verhaal vertellen. Waarover? Over dat het zo warm wordt met Pinkpop. En wat we nu gaan doen. Het wordt warm met Pinkpop. We gaan dan een macro bier halen. Gooi gewoon in de brievenbus, but. Nou ja, dit gaat even duren. Nou, dit is de saaiste vlog ever. De nieuwe Nissan Qashqai wil nu de weg op. Modern design, slimme rijhulpsystemen, efficiënte mild hybrid motor. Ik doe hem uit. Ik kan dit niet. Ik weet niet eens waar aan haar knop zit, of waar ben ik al? Ik heb verdonder al. Nou, in ieder geval, mijn moeder die wil niet praten. We gaan. Ik heb niks te vertellen. Ik kan nog vertellen wat we gaan doen. Ik moet voor we jou gaan bier halen. Maar dat heb je al verteld. Dat heb ik al verteld, ik weet het niet wat ik moet vertellen. Maar in ieder geval, vanavond wil ik nog eventjes. Ik heb een pakketje binnengekregen van Gymshark en van Sarah. Dat wil ik even unboxen. Ik heb heel weinig film vandaag, dus komt er straks nog even aan. Maar eerst gaan we even streamen bij de macro. Ik wil daar gewoon even langs Patrick, want ik heb nog een cadeautje voor zijn verjaardag. Heb je die mee met Patrick? Een cadeautje? Nee, want hij is er niet. Oh nee. Hij is niet thuis, dus dat wordt morgen. Wat lijkt ik mega bleek weer, ik snap het niet. Zwart die jas aan heeft. Is dat echt? Dat wordt zwart-wit. Ja. Nou jongens, de buiten is weer binnen. Snoepjes voor mij natuurlijk. En de despo en de rater. Heerlijk.
zijn we thuis. Ik heb dus een pakketje binnen van Bizarre en van Gymshark. Ben ik helemaal fit? Liefst van mijn pitten. Maar ik heb jullie nog een shoplog beloofd, dus die gaan we nog even doen. Maar het licht is ook niet meer zo mooi. Het is alweer avond. Maar ik hoop niet dat het uitmaakt. Even iets onder de camera doen. In ieder geval eventjes een thumbnailtje maken. Misschien als ik hier zo zaklamp neerzet, of het dan mooier is. I think yes. Ik ga in ieder geval alles openmaken. Morgen ga ik dan de A-beelden even filmen. Want ik ben best wel moe en ik moet nog een video editen die vandaag online moet komen. Die moest eigenlijk vanochtend online komen, maar is nog niet online gekomen. Dus die moet ik nog eventjes editen en online gooien. Ik word dan wel heel laat dat ik hem online zet. Maar mij niet te fijn. Morgen heb je ook nog wat tijd om te kijken natuurlijk. Maar ik heb in ieder geval een pakketje binnengekregen van de Zara. En een pakketje binnengekregen van Dupie. En die beelden die ik nog film van de aanbeelden, die komen gewoon ook in deze vlog nog. Dus jullie hoeven niet te wachten op morgen. Jullie krijgen de aanbeelden gewoon lekker te zien. Maar bij de Zara heb ik echt zulke leuke dingetjes besteld. Ik heb dus 4 playshoots besteld daar. 2 verschillende maten. Ik heb rood en roze. En daarvan 2 maten, want ja, ik wist het echt niet. En Senna, een vriendinnetje van mij, die heeft de roze. En ik vind hem haar zo goed staan. Ik denk, ik moet hem ook. Ik vind hem zo mooi. Dus we gaan even kijken wat mijn favoriet gaat zijn. Ik heb in ieder geval dus keuze uit kleur en uit maat. De bedoeling is dat ik uiteindelijk gewoon 1 favoriet kies. Ja. Misschien wel weer 2. Misschien vind ik ze allebei wel heel mooi. Je weet het nooit bij mij. Oké, in ieder geval is het weer hartstikke leuk ingepakt. Met een fleurpapiertje. Oké, daar gaan we. Oké. Mooi. Heel mooi. Wauw. Oké. Als eerste zijn het best wel prijzige playshoots. Het zijn dus van die blazer playshoots. Dit is hem dus. En dan heeft hij dus hier zo'n knoopje. En dan gewoon dit. En dit is de achterkant. De rode had ik nog niet eerder gezien. Want Senna heeft dus de roze. Die is ook iets anders. Maar ook echt fantastisch. Dus ik had ze gewoon allebei besteld. Zodat ik gewoon kan vergelijken. Die heb ik dus in de maat M. En ook nog in de maat S besteld. Kijk, dit is de maat S. Ik vind het heel mooi. Echt heel mooi. Want ik hou ook echt normaal niet echt van rood eigenlijk. Maar deze vind ik wel heel mooi. Ook wel heel chic eigenlijk. En omdat ik dus echt niks roods heb, hoop ik eigenlijk dat deze heel mooi gaat zitten. Maar we gaan lekker door naar de aanbeelden. Oké, dit is de rode. Echt super mooi. Hij zit hier wel echt wat te wijd. Maar je moet je BH zien. Dus je zou het wel met een hemdje moeten dragen. Ik ga kijken of het mooier is als ik deze dicht doe. Zie je dan nog wat? Niet echt, hè? Wel een beetje. Het gaat even om het modelletje. Heel leuk. Alleen van binnen zit er dus een ritsje. En die gaat bijvoorbeeld dan niet dicht. Dus hij is wel te klein. Maar dit is dan weer te groot. Dus ik ga even een M aanpassen. Dit is ook wat te strak. Ik weet niet. Het licht in mijn kamer is echt zo kut. Vooral met de zon. Maar ja. We gaan even kijken hoe de M zit. Dit is de M. Deze zit echt top. Oh, wat stom dat het licht niet even mee weer. Maar zo zit hij. Hij is echt heel mooi. Misschien dat het raam helemaal open is of zo. Het is wel echt super mooi. Mooi dat strikje ook. De achterkant zit ook goed. Deze is wel echt heel leuk. Ja, hij is echt mooi. Eventueel als de inkijk te veel is, kan ik nog zo'n wit hemdje eronder doen. Dat is ook geen probleem. Heel leuk. Ik moet het even over nadenken, maar ik vind hem echt heel mooi. Oké, we gaan nu door naar de roze dus. Dat heb ik hier. Deze is wel ietsje anders weer. Ze zijn dus 55,95 per playshoot. Dit is de maat M van de roze. Er zitten dus ook van die schoudervullingjes in. Dit is dus roze. Het beeld lijkt wel een beetje rood, want het ligt natuurlijk. Maar hij is dus echt zo'n fuchsia kleur. Hij heeft hier aan de zijkant heeft hij dus zo'n gesp in plaats van zo'n knoopje. En dan is het dus gewoon weer zo'n playshoot. Achter ook gewoon een broekje. Oh, wat is hij mooi. Hij is echt heel mooi. Ik heb zoveel zin om dit te passen. En ook nog in de maat S. Senna heeft dus de maat S. Maar ja, ik weet niet. Ik heb vaak echt SM. Ik denk, ik bestel ze gewoon allebei. Want ja, je kan ook niet van uitgaan dat ik dezelfde maat als Senna heb. Ja, wel een beetje denk ik. Maar ik weet het niet. Misschien is dit zelfs nog wat te klein. Ik heb altijd S of M.
En als het dan echt klein valt, heb ik ook nog wel eens een L. Dus het is wel zo lastig. En helemaal bij de Zara. We gaan kijken naar de aanbeelden. En dit is de roze. Ik weet zo niet zo goed hoe ik dit dan moet doen. Ga ik even aan Senna vragen, want Senna heeft deze ook. Maar ik heb nu de M gewoon aan. Ik denk wel dat het het beste is. Dat is de achterkant. Hij is wel gewoon heel leuk. Vooral van de voorkant vind ik ze leuk. Ja. Ik moet even nadenken welke ik ga houden. Lastig. Oké, dit was de Zara. Jullie weten niet hoe het staat. Ik ben echt nieuwsgierig. Maar we gaan het zien. Dus dat was een pakketje van de Zara. Gaan we nu door naar een pakketje van Gymshark. Ik sport laatst echt niet meer. Maar dat komt van, ik ben zo moe. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik weet niet wat er met mij aan de hand is. Ik ga morgen ook weer even naar de dokter. Want ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil gewoon even dat ze me goed onderzoeken wat er nou aan de hand is. Want ik heb het al zo lang geleden dat ik me gewoon echt helemaal goed gevoeld heb. Ik ben altijd moe en altijd heb ik wel iets. Maar ik wil echt heel graag weer beginnen met sporten. Vorige week ben ik ook weer lekker gegaan, maar deze week niet. Dat was wel een planning. Ik zou vanavond ook weer gaan, maar ik heb last van mijn rug. Het is echt bizar. Maar misschien morgen eventjes. Het ligt er echt aan hoe ver ik kom met werk morgen. Want morgen wordt ook weer heel mooi weer. En ik heb vandaag echt in de tuin gezeten en dat vind ik echt wel heel lekker. Dus ik weet het allemaal niet zo goed. Dus we zien het allemaal wel even hoe de dagen lopen. Maar in ieder geval had ik even een kort broekje gehad van Gymshark. Ik heb dus allemaal lange leggings. Als ik dan wil gaan met het mooie weer, is het wel lekker als ik gewoon ook een korte broek heb. Gaan we. Twee dingetjes. Namelijk zo'n kort broekje. Hij is wel heel kort. Ik had een beetje als biker verwacht. Dus ik weet niet of ik dit te heftig vind voor mezelf. We gaan het zien. Dit is het printje. Hij is donkergrijs met van die beetje leger. Hij is best wel kort hoor. Ik weet niet of het echt wat voor mij is. Maar het is een maat S. Ik moet het gewoon even aanzien. Dat ik het dus in combinatie met deze sport eraan. Want ik... Ik heb al sport per haast, maar echt wel firework en zo. En ik wilde gewoon even een paar groeien. Dus ik heb in ieder geval even één gehaald van Gymshark. Ik ben benieuwd hoe die me bevalt. Ik vond hem in ieder geval heel erg mooi. En ik vind wit qua sportkleding echt het allermooist. Vooral bij van bovenkantjes. Deze is gewoon echt heel erg mooi. Met zo'n mooie... Ja, dit in de binnenkant. De achterkant is dus zo'n kruisje. Ja, ik weet niet. Als je echt zo'n leuk setje hebt, dat motiveert ook wel echt weer om te sporten. Het ziet er echt heel leuk uit samen. Dus ik ga gewoon even door naar de aanbeelden. Ga ik gelijk even kijken of het echt wat voor mij is. Want ik twijfel nu een beetje of dit echt iets is wat ik zou gaan dragen. Vooral qua broekje. Sportbra weet ik eigenlijk wel zeker dat ik het ga dragen. Maar ja, sportbra is ook alweer €32. Dit broekje was €45 of zo. Best wel duur. Nou ja, Gymshark. Ik heb echt super veel Gymshark kleding. Maar niet echt dus wat ik zei. Echt korte broekjes of zo. Maar we gaan kijken hoe het staat. Let's go. We hebben het pakje aan. Sportbra is echt heel erg leuk. Kijk. Ligt hier als echt vreselijk. Hele mooie sportbra is de achterkant. Ik twijfelde zelf nog een beetje tussen een S en een M. En hij zit nog aardig strak. Zoals je ziet, dat vetje valt er een beetje overheen. Maar hij zit wel lekker stevig. En dat heb ik wel nodig. Het broekje ga ik denk ik wel terugsturen. Ik denk dat zo'n kort broekje toch niks voor mij is. Ook is het wel heel fijn. Maar hij moet toch nog een slagje langer. Een beetje zo'n bikershort idee denk ik. Helaas. Nou, dat was het alweer. Jullie hebben het ook weer gezien hoe het stond. Ik ben heel erg benieuwd. Maar ik ga denk ik even lekker die vlog editen. En dan ga ik slapen. Ik heb echt slaap nodig de laatste dagen. Dus ik ga die ook gewoon lekker pakken. Ik hoop in ieder geval dat jullie de vlog een beetje leuk vonden. Ik heb natuurlijk nog eventjes lekker de shoplog erbij gedaan. Misschien dat maakt dat de vlog weer ietsje leuker. Morgen komt er ook nog een heel leuk pakketje binnen volgens mij. Volgens mij komt er morgen binnen. Er is ook nog een ander pakketje binnengekomen. Dat kan ik morgen ook allemaal even laten zien. Er komen in ieder geval hele leuke dingen aan. Dus stay tuned. Abonneer op mijn kanaal als je het niet hebt gedaan, jongens. Want ik ga maandag ook weer gezellig naar Mallorca. Om content te shooten voor mijn webshop. Dus ja, het wordt gewoon weer hele leuke vlogs. Ik moet gewoon even wat beter worden weer. En ja, het moet vast wel allemaal goed komen. Ik hoop in ieder geval dat jullie de vlog een beetje leuk vonden. Vonden jullie leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En ook dat ik jullie morgen weer zie bij de volgende dagvlog. Lekker slapen.